Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland. Welkom bij In het Theater. Iedere week nemen wij u mee voor een kijkje achter de schermen in de wereld van toneel, theater, dans en muziek. In onze tips en reportages vertellen enthousiaste theatermakers over hun vak en hoe hun voorstelling is ontstaan. In het Theater is voor mensen die echt willen weten wat er speelt. En vandaag hebben we aandacht voor Percossa met 10 jaar van de straat. De one-man show van Daniel Samkalde. In de schuifdeuren verschijnen. En Sven Ratske met zijn personality show debuut. Tijd voor wat drumvuurwerk. Na 10 jaar bloed, zweet en tranen, wereldreizen en internationale successen trakteert Percossa het publiek nu op de show der shows. Percossa is ontstaan als een theatergroep op straat. Dus echt straattheater in Frankrijk, Genève en dergelijke, of festivals. Dus we zeggen vaak schoffies van de straat, zo is het echt begonnen. En langzaamaan hebben ze dan met theater gemaakt en dat was 10 jaar geleden. En je merkt ook dat we van de straat zijn gekomen. Hè? Straatartiesten moeten altijd mensen die langskomen lopen en helemaal niet op je zitten te wachten, erbij halen en erbij houden. En dat hebben wij nog steeds in ons manier van doen. Nog steeds zorgen dat mensen altijd iets te zien hebben, altijd verrast worden, altijd ontroerd worden of heel hard moeten lachen. We hebben zelf echt een hekel om ons te beperken door een verhaallijn van A tot Z. Want als je een verhaallijn hebt, dan snappen de mensen te veel. Dan gaan ze, oh ja, dan hebben we dit en dan hebben we dat. En dan worden ze soms niet meer verrast. En dan gaan ze zelf denken van, oh, dan zal je straks waarschijnlijk zoiets krijgen. Helemaal geen zin in. Het is alsof je in een boek naar bladzijde 300 omslaat. Helemaal geen zin in. Hup, weg. Ga lekker zitten en we laten je alle hoeken van het theater zien. We hebben hele sterke stukken, maar het theateraspect was nog iets waarvan wij dachten, volgens mij of volgens ons kunnen we daar nog groeien. En toen hebben we Karel de Rooij benaderd, wel bekend als Mini van Mini en Maxi. En hoe klein die ook is, het is een groot man in de theaterwereld. En die is met ons aan de haal gegaan, juist op dat theatrale gebied. Was dat de grootste uitdaging? Ja, ik denk het wel. Kijk, als je een drummer zijn instrumenten afneemt en zegt, dit stuk doe je met helemaal niets. Ja, dan voel je je ontzettend bloot natuurlijk. En dat is een grote uitdaging. Om toch te vullen en te boeien. En dat is goed gelukt. Maar dat was toen een hele grote uitdaging. En nu zit de uitdaging in het uitbreiden en het verbeteren van deze show. Ja. Ik denk dat de leukste scène misschien wel is Wacky Boomster.
Dat is waar we met gekleurde buisjes een stukje muziek spelen. We doen een dansje erbij, we doen een gek Afrikaans liedje. Maar met die buisjes krijgen we een beetje ruzie met elkaar. Dat werd een soort vechtpartijtje. Maar dat moesten we helemaal uitzoeken, want het melodietje van die buisjes, die hebben allemaal een eigen toontje. Dat melodietje moest behouden blijven. En toch moesten we dan een manier vinden dat het een soort organische vechtpartij werd. Nou ja, dat is uiteindelijk een hilarische scène geworden. En dat was zo leuk om dat te maken. Ik denk dat Pocossa een van de weinige groepen is die...